Het is maandagavond 8 uur, zoals u gewend van ons bent natuurlijk, op kanaal 8.3. Is het tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook weer vanavond natuurlijk heet ik u van harte welkom. Wat zullen we vanavond doen? Vanavond hebben we ervoor gekozen om met twee ter zake deskundigen te gaan praten over het Engender project. Het Engender project is een project welke in januari dit jaar is gelanceerd in Suriname. Het Engender project heeft het navolgende tot doel, namelijk het verder integreren van gendergelijkheid en een mensenrechtenbenadering voor wat betreft acties in zaken klimaatsverandering, milieu als ook rampenbeheersing. Daarnaast is ook van belang het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven opdat mannen, vrouwen, jongens als ook meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. Vanavond in Opinie, het Engender project. De gasten voor vanavond zijn Gillian Bab, Focal Point en Gender Project. Bab is van huis uit Community Development Specialist en heeft als hobby dansen. Vanuit UNDP Suriname heeft zij de coördinatie over het Engender project. Kijkers, Gillian Bab. Sharon Sarijan Chokro, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken op het gebied van gender in relatie tot milieu- en klimaatsverandering. Mevrouw Sarijan Chokro, van huis uit trainer op het gebied van leiderschap en management, houdt ervan om ook nog creatief bezig te zijn en het organiseren van events. Zij is moeder van twee kinderen. Kijkers, Sharon Sarijan Chokro. Dames, welkom. Ik ben blij dat jullie tijd hebben genomen om hier met me te komen zitten in deze aflevering van Opinie. Zodat we een beetje kunnen gaan praten over een project, ik denk een vrij onbekend project voor de doorsnee kijker. Zeker ook voor mij, maar dat horen we straks precies van jullie hoe het allemaal zit. Ik heet u van harte welkom, mevrouw Sarijan Chokro. Ja, welkom. Dankjewel. En mevrouw Bab, ook welkom. Dankjewel. In deze aflevering. We springen, we vallen met de deur in huis. Het Engender project, ook een beetje een nieuw project voor mij. Mm-hmm. Ik heb wel hier en daar natuurlijk wat van gehoord. Maar om echt in depth te weten, laten we beginnen met wat houdt het Engender project in? Om te beginnen, meneer de Gama. Engender is een afkorting en het staat voor enabling, gender responsive, disaster recovery, climate and environmental resilience in the Caribbean. Wow. Dus een mondvol. Dat is vandaar, een mondvol. Vandaar dus die afkorting Engender. Het gaat om een regionaal project dat wordt uitgevoerd in 9 landen in het Caribisch gebied. De landen zijn Antigua en Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines en uiteraard ook in Suriname. Het Engender project is een milieuproject, maar met een duidelijke gender insteek, omdat we gaan letten op de sociale dynamieken. Hoe mensen met elkaar interacteren en wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes. En dit project wordt gefinancierd door Global Affairs Canada en door United Kingdom Department of International Development. Verder is dit project ook een project dat voortbouwt op resultaten van een project dat in december 2019, 31 december 2019, is afgelopen. En dat is het Japan-Caribbean Climate Change Partnership, GCCP, project. Oké. Inderdaad, een hele mondvol. Ik weet niet, als u mevrouw Babbert misschien, want ik zie dat u zit hier namens UNDP. En voordat we verder gaan, wil ik even begrijpen, wat is de link tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken
en de UNDP. Want ik heb iemand van de UNDP hier zitten en iemand van BISA hier zitten. Dus wat is de link? Misschien kunnen jullie me even eerst daarmee helpen. Oké, dankjewel. De link is dat het project wordt uitgevoerd en gecoördineerd vanuit UNDP Suriname. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken is de Government Coordinating Focal Point. Dus het project wordt samen uitgevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken vanwege de gender aspect. Ja, ja. Oké. Okay. En we hebben een aantal projecten lopen in het land. Mm-hmm. Waarom nou weer zo'n project? Waarom het engender project? Waarom is het nodig voor een land als Suriname? Zoals u merkt is klimaatverandering op dit moment wereldwijd een issue of een kwestie dat de aandacht vraagt van verschillende overheden, maar ook voor de internationale organisaties, vooral de milieuorganisaties. En klimaatverandering, de effecten daarvan, zijn zichtbaarder voor het Caribisch gebied bijvoorbeeld. Op het Caribisch gebied het meest bedreigd wordt door de effecten van klimaatverandering. En Suriname is daar deel van. De gevolgen daarvan voor Suriname, aangezien Suriname een van de lage kustlanden is, ja. En 90% van onze bevolking woont aan de kustvlakte. Door de stijging van de zeespiegel zijn we sowieso een van de kwetsbaarste landen. En dus is het belangrijk dat Suriname daar rekening mee houdt. Niet alleen maar met klimaatverandering en rampenbeheersing op zich, maar vooral dat er rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften en de effecten op mannen en op vrouwen, op jongens en op meisjes. Ja. Oké, okay. Is het nog steeds 90% no? Van de bevolking dat nog steeds in de kustvlakte woont? Ik denk het om en bij, ja. Wauw. Omdat er ook veel migratie plaatsvindt. De mensen die in het binnenland woonden, die stromen door naar Paramaribo of migreren naar Paramaribo vanwege werkgelegenheid en dergelijke. Ja. Oké. Okay. En zijn er andere partijen, mevrouw Bab, die betrokken zijn bij de uitvoering van het engender project? Jawel, zoals mevrouw Sarijan net aangaf, is het een regionaal project. Dus dit project wordt uitgevoerd of bestuurd op twee niveaus. Regionaal en nationaal. Regionaal heb je andere ontwikkelingsorganisaties, zou ik ze kunnen noemen. Heb je UNDP Barbados, die doet de overall coördinatie van het project. Je hebt UN Women, dat is de mevrouw Shaidan, misschien kan je me helpen. De vrouw, de agency van de UN, die zich bezighoudt met rechten en rechten van vrouwen en van meisjes. Mm. En daarnaast hebben we SEDEMA, dat is de Caribbean Disaster Management Agency. De Caribbean Disaster Emergency Management Agency. Dat is een agency in de Caribbean voor alle CARICOM-landen die handelt over de disasters en maakt de policies, dus het beleid over hoe wij binnen CARICOM zouden moeten handelen op het gebied van rampen. Yeah. Als laatst heb je de World Food Program en zij gaan kijken hoe kunnen wij de effecten van de rampen die er zijn voor de landen, hoe kunnen we die effecten verminderen? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de mensen meer shock-responsive worden. Om het even zo te zeggen, dus wanneer de effecten van de disaster, hoe kunnen ze daar beter mee omgaan? Ja. En dan heb je nationale partners natuurlijk. De nationale partners zijn uiteraard het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je hebt het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting, het NIMOS, het NCCR en UNDP Suriname. En coördinatiemilieu. Oh ja, en coördinatiemilieu van het kabinet van de president. Ja. En uiteraard, naarmate het project vordert, dan bij de uitvoering zullen eventueel relevante ministeries of andere organisaties die met klimaatverandering en rampenbeheersing bezig zijn, zich ook betrokken worden. Ja, ja. Oké. Okay. En het bureau genderaangelegenheden. Mm-hmm. Heeft het bureau ook een rol in dit geheel? Dat is ook een van de
organisaties. No? Ja, het Bureau Gender Aangelegenheden, kort gezegd BGA, is een werkarm van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus vandaar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het BGA heeft dus een leidende rol hierbij vanwege het Nationaal Genderbeleid. Ja. En het BGA heeft dus, zoals mevrouw Bab al zei, de Government Coordinating Focal Point rol. En die wordt door mij bekleed. En in die hoedanigheid ben ik dan ook lid van het regionaal projectbestuur. En het regionaal projectbestuur wordt ondersteund door een projectmanagement unit dat gehuisvest is in Barbados. Verder zal het BGA het gendergedeelte van dit project aansturen. En als focal point ben ik dus dan ook voorzitter van de nationale coördinatiegroep. Ja. Ik hoor het woordje gender in het project. Dus de naam is en gender. Ja. Maar nu ben ik een beetje in de war. Want wat is de link tussen, wat is het verband tussen gender en klimaatverandering? Dus, wel. Klimaatverandering wordt vaak gezien als een technisch of een wetenschappelijk fenomeen. Maar klimaatverandering is ook een sociaal, economisch en politiek probleem dat diepgaande implicaties heeft voor sociale rechtvaardigheid en gendergelijkheid. U weet, vrouwen en mannen die worden door de klimaatverandering worden ze op verschillende manieren beïnvloed. En u zult zich afvragen, hoe dus past dat? Ja, dat zou een vraag zijn. Hoe kan dat? Omdat mannen en vrouwen van elkaar verschillen. En natuurlijk naar gelang de context waar ze dus wonen, hun onderwijsniveau, de locaties waar ze zijn, zal het verschil ook groter zijn of kleiner zijn, afhankelijk ook van andere factoren zoals leeftijd, etniciteit, cultuur, klasse en een reeks van een aantal factoren. Laat me u illustreren met een voorbeeld. Laat me dit illustreren met graag, een voorbeeld. Graag. Ja. Zie ik vooral van mijn kijkers, dan kunnen we het beter volgen. Graag. Stel een effect van klimaatverandering, een geval van klimaatverandering is een overstroming in, laten we zeggen, in het binnenland. Ja. We weten dat bijvoorbeeld vrouwen in het binnenland voornamelijk bezig zijn met de landbouwactiviteiten. En de mannen zich meestal bezighouden met jacht, goudsector of visserij. Als er zo'n overstroming zou zijn, dan worden de vrouwen direct beïnvloed, of de effecten daarvan hebben direct invloed op de vrouwen, omdat hun kostgronden onder water lopen en hun middel van bestaan komt dus in gevaar, want al hun gewas raakt dan verloren. Ze hebben dan geen voedsel voor zichzelf en ze hebben ook geen voedsel of middel van bestaan om geld mee te verdienen. Stel er is een overstroming en het is heel hoog en vanwege hun genderrol als vrouw zijn ze meestal ook, hebben ze de zorg over kinderen en over bejaarden en eventueel over mensen met een beperking. Dus ze zijn ook niet zo mobiel. Ze kunnen niet zo gemakkelijk vluchten, want ze gaan hun kroos niet achterlaten. Ja. Snapt u waar ik naartoe wil gaan? Ja, ja, ja. Dat als er een overstroming is, dat zij de eerste zijn die ze dus op dat moment de gevolgen direct zullen ervaren. Omdat de mannen meestal uit het dorp zijn en de vrouwen achterblijven. Maar aan de andere kant weer, die mannen, stel er zou een droogte zijn en ze zijn afhankelijk van de visvangst, wil dat zeggen dat ze verder moeten gaan om vis te gaan zoeken voor het gezin. Ja, ja. En hoe verder ze gaan, hoe langer ze ook blijven van het dorp, hoe verder ze weggaan, hoe meer ze blootstaan aan gevaren en met alle gevolgen van dien. Ja, ja, ja. Dus u ziet dat de effecten van klimaatverandering hebben verschillende. De effecten van klimaatverandering zijn verschillend op mannen en op vrouwen en op kinderen. Ja, ja. Oké. Ja, en dus vandaar dus dat met dit
project, met het Engender project, we dus dan aandacht willen geven aan adaptatie- en mitigatieprogramma's, dat ze daar rekening mee houden, dat ze rekening mee houden met de verschillen, omdat de meeste programma's die er al waren, daar geen rekening mee hebben gehouden, waardoor eigenlijk het is gaan verergeren voor dus de verschillende groepen. Ja, ja. Oké. En mevrouw Bappie heeft natuurlijk wel aangehaald natuurlijk wat de rol is van de UNDP, maar ik zou toch a little bit more in depth willen gaan wat dan echt de rol in dit geval is, zeker in het geheel, een beetje meer in depth, wat de rol van de UNDP is. Oké. UNDP, zoals ik eerder aangaf, is de overkoepelende, de lead agency binnen dit project. Dus UNDP doet de coördinatie en de uitvoering van het project. Ja. UNDP, vanuit die coördinerende functie, is UNDP ook bezig met de overheid. Dus als een soort liaison met de overheid om te kijken wat heeft die overheid nodig en hoe kunnen we de nationale ontwikkelingsdoelen van de overheid, dus van Suriname bijvoorbeeld, hoe kunnen wij die doelen realiseren. Maar binnen het Engender project zijn er dus overkoepelende doelen, die zijn voor alle 9 landen hetzelfde. En er wordt rekening gehouden met de nationale situatie. Dus vandaar dat er in elk land een government coordinating partner is, zodat er die partner de nationale situatie kan aandragen en UNDP daar rekening mee houdt binnen de uitvoering van het project. Ja, okay. En UNDP brengt natuurlijk expertise vanuit een global network, want het zijn een global organization. En er is dus expertise en dan wordt er capaciteitsversterking gedaan voor NGO's, voor ministeries, voor andere maatschappelijke organisaties of instituten. U kijkt nog steeds naar Opinie, waarbij we het hebben over het Engender project. En we hier zo zitten met mevrouw Sarijan Chokro en mevrouw Bab. Dames, om verder te gaan en iets dieper te gaan in het onderwerp. Zijn er specifieke doelgroepen of gebieden waar de focus op zal liggen binnen dit project? Ja, er zijn specifieke doelgroepen. Het Engender project richt zich op kwetsbare gemeenschappen, dus kwetsbare groepen zoals meisjes, vrouwen, jongeren, maar ook mensen met een beperking, inheemse en tribale volkeren. Als er nog andere mensen zijn die kwetsbaar zijn, het kan zijn dat je kwetsbaar bent op economisch gebied, cultureel gebied, sociaal gebied, proberen wij ook te kijken op welke manier het Engender project kan zorgen dat de kloven die er zijn, dat die verminderd kunnen worden. Ja. Maar natuurlijk zijn we gebonden aan een budget en aan tijd, want het is een project, dus het duurt 4 jaar en daarom moeten we rekening houden met in hoeverre we gaan kijken naar alle kwetsbare groepen. Ja, oké. En nou ben ik echt benieuwd, welke concrete acties zullen worden ondernomen? Want we hebben het over climate change, klimaatverandering. En ik vind het zo mooi hoe dus dit project een koppeling maakt met gender. Dit is echt nieuw voor me, dat hoor ik echt voor het eerst. Dat er dus een koppeling wordt gemaakt tussen klimaatverandering en gender. Maar welke concrete acties zullen worden ondernomen? Of welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om dit doel van dit project te realiseren? Ja. Het project gaat proberen om het genderaspect te incorporeren in beleidsdocumenten die handelen over klimaatverandering en rampenbeheersing. Binnen het GCCP-project dat mevrouw Sarijan aanhaalde aan het begin van het gesprek, zijn er 2 hele belangrijke klimaatverandering beleidsdocumenten ontwikkeld. 1 is de Nationale Adaptatieplan en de tweede is de Nationale Appropriate Mitigation Action Plan. Dus kort gezegd een NAP en een NAMA. Deze plannen moeten ervoor zorgen dat als de overheid actie wil ondernemen met betrekking tot klimaatsverandering, dat het vermakkelijkt. Ten eerste gaat het Engender project het gender aspect. Dus wij gaan deze twee beleidsdocumenten gendergevoelig maken. Dus er wordt gekeken naar hoe zal binnen deze 2 documenten de strategieën die daarin zijn aangegeven,
Hoe gaan we gaan kijken naar de kloven tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, mm-hmm. mensen met een beperking, de inheemse en de tribale volkeren? Verder geeft het NAP-document van Suriname zijn er 4 prioriteitsgebieden geïdentificeerd. De 4 gebieden zijn water, water, hernieuwbare energie, forest en landbouw. Landbouw, dankjewel. Mm-hmm. En landbouw. En we gaan deze 4 plannen, dat zo worden sectorale plannen genoemd vanuit het NAP. Ja. Deze 4 plannen gaan ontwikkeld worden om de overheid nog meer te ondersteunen om beleid te hebben op het gebied van klimaatverandering binnen deze 4 prioriteitsgebieden. En dat wordt natuurlijk ook gendergevoelig gemaakt. Verder zijn er ook nog meer acties. Zoals gaan kijken wat zijn de behoeften van kwetsbare groepen op het gebied van gender en klimaatverandering. En hoe kunnen wij daarmee omgaan en wat gaan we doen om die behoeften te kunnen realiseren. Ja. Ja. En er zullen ook capaciteitsversterkingen gedaan worden door middel van trainingen aan overheidsofficials en NGO's. Om die mensen dus te versterken in hoe kunnen we het best gender responsive handelen. En als je een beleidsdocument moet maken of je moet een actieplan schrijven, hoe doe je dat op een gendergevoelige manier? Ja, oké. Maar wat ik heb gemist misschien in het gesprek van ons, is aan de kant van klimaatsverandering zelf, is dat dit project het niet heeft over het tegengaan van klimaatsverandering, hè? Klopt. Het is meer een focus op de gevolgen en de aan de kant meer van het gender, zeiden ze natuurlijk. Ja. Ja, en hoe de eigenlijk klimaatverandering invloed zou hebben. Oké, okay, ja. Ja, dus ja. Maar het zijn eigenlijk voornamelijk, dus er zijn natuurlijk ook andere acties die wij gaan voeren, maar dat is afhankelijk van wat er uit de 4 prioriteitsgebieden, die sectorale plannen gaan komen. Die sectorale plannen gaan dus die acties aangeven. Op dit moment moeten we eerst die plannen gendersensitief maken, gendergevoelig maken. En kijken van waar wordt er gekeken naar de behoeften van de mannen en de vrouwen. Want zoals ik al eerder zei, sommige adaptatie- en mitigatieplannen zijn zo danig geformuleerd dat ze geen rekening hebben gehouden met die verschillende behoeften van mannen en vrouwen, waardoor juist doordat ze daar geen rekening mee gehouden hebben, dat het is gaan verergeren voor die doelgroepen. Ja, ja. En dus die sectorale plannen die zijn er, die moeten dus dan aangepast worden op het gebied van gender, dus vandaar het en genderproject. Ja, ja, klopt. Dus in principe voor om echt aan de kant van klimaatverandering en de oorzaken en het tegengaan, dat is een dat andere. Is, dat is eigenlijk dat is niet, al. Dat is niet dat voor is, dit project. Nee, dat is eigenlijk al gebeurd. De realiteit is er dat klimaatverandering er is. Ja. Het staat voor ons deur. Klopt. Dus dit project wil ervoor zorgen, we weten dat het voor ons deur staat, maar hoe gaan we ermee om? Ja. Mooi. Nee, geweldig dames. Zijn we langzaamaan zoetjes aan het einde gekomen van deze aflevering van Opinie. Maar het is gebruikelijk van ons dat voordat we afsluiten, dat we van jullie beiden vragen als jullie misschien nog het laatste ding hadden hebben om mee te geven aan onze kijkers. Ja, het is misschien wel voor het Engender project. Het is geïntegreerd in het Engender project, maar ik wil ook meegeven aan elke organisatie die zich bezighoudt met projecten in het kader van rampenbeheersing of klimaatverandering of milieu, dat ze specifiek rekening houden met het genderaspect in alles wat ze doen. Omdat, zoals het voorbeeld al zegt, mannen en vrouwen die reageren anders, die dragen ook op een andere manier bij aan vervuiling van het milieu, waardoor de klimaatverandering is gaan versnellen. Maar dat er echt ook rekening wordt gehouden in alles wat ze doen op dit gebied, dat ze rekening houden met de verschillende behoeften, verschillende aspecten van mannen en vrouwen en hoe zij daarmee omgaan. Ja. En mevrouw Pap? Had u ook misschien nog iets op slot mee te geven? Ja,
Ik wil aangeven dat dit allemaal een proces is en dat er binnen dit project ook gewerkt gaat worden aan bewustwording van de Surinaamse burgers. Want ik kan me voorstellen dat als je er niet dagelijks mee bezig bent, dat je dit ook niet in je mind meeneemt. Ja, ja. Maar binnen dit project willen we ook gaan kijken wat zijn de attitudes en de practices van de Surinaamse burgers en hoe kunnen wij daarmee op basis daarvan ze verder bewust maken over klimaatverandering en over rampenbeheersing. In het vorige project, het JCCCP-project, hebben wij ook zoiets gedaan. En een concrete actie van wat wij hebben gedaan binnen het JCCCP-project is dat er een toneelstuk is gemaakt door een groep uit Marowijne, jongens uit Marowijne. En zij hebben een heel leuk toneelstuk gemaakt over klimaatverandering en dat was direct perfect, want het was Surinaams, het was met Sarantongo en everything. Dus we begrepen allemaal waarover het ging en het was ook binnen onze context. Mooi. Dus dat willen wij ook weer proberen te doen binnen het Engender project, maar dan meenemen van het gender aspect. Ja, ja. Mooi, mooi. Dankjewel dames. Ja, okay, graag gedaan. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En dank voor de uitnodiging. Ja. Geen dank. Dan hebt u dat weer gezien en hebt u dat ook weer gehoord. Het Engender project, wat het allemaal inhoudt. Inderdaad, het zijn geen dingen die je dus, zaken of projecten die je dus elke dag zo hoort. Maar het is altijd mooi als je het nou in deze aflevering van Opinie een beetje meer bent gaan weten wat de UNDP samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoert. In de vorm van het Engender project. Mocht u deze aflevering hebben gemist, dan gaat u rustig wachten op de herhaling op de woensdag en op de vrijdag. Dat is dan weer om 8:00. En mocht u die twee ook weer hebben gemist, dan kunt u rustig op onze YouTube-channel gaan, het Nationaal Informatie Instituut. Dat is dus de naam van onze channel, Nationaal Informatie Instituut. En daar zoekt u dan deze aflevering van Opinie op. En dan kunt u dan er rustig doorheen gaan. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken, Gov Televisie. Als u echt op de hoogte wil blijven van alles wat er gebeurt in het land, dan weet u zeker dat u niks mist en dat u geen verkeerde informatie tot u krijgt. Dan moet u gewoon rustig afgestemd blijven op kanaal 8.3 Gov TV. Rest mij u een fijne kijkavond verder toe te wensen. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.